Soms gaat het wel eens mis met het sluiten van een draaiend kiepraam. Dan wordt hij of te snel dicht gedaan en dan krijg je dit. Het raam is gemakkelijk te resetten. Doe voorzichtig het raam open en duw hem terug in de positie. Dan ziet u hiernaast een palletje wat u in kunt drukken. Daarmee kunt u de kruk vrijmaken en op de gewenste stand zetten. Duw het raam weer dicht en sluit hem. Kantel hem en dan weer open. En dan is het raam gereset. Er zijn diverse modellen sluitingen. In dit geval is het een knopje wat je in moet drukken. Maar er is ook een model met een lipje die je in moet knijpen. En een model met een hefboompje onderaan die je ook naar je toe moet knijpen. Het is aan te raden om het raam regelmatig te smeren om dit soort gevallen te voorkomen. Dit kun je doen met een siliconenspray zoals een WD-40. Niet met olie of vetten, want dat trekt weer vuil aan. Op deze wijze kunt u hem smeren. Op alle sluitpunten spuiten we wat siliconenspray. En de sluitplaten niet te vergeten. Dan kunt u hem weer rustig sluiten en is die gesmeerd.